ben plezier. Dit is verdriet, woede, afkeer en angst. Wij zijn Riley's emoties. Dit zijn Riley's herinneringen en de meeste zijn plezierig. Wat heb je gedaan? Verdriet! Ze deed iets met die herinnering. Is alles oké? Okay? Weet ik veel. Komt het weer goed plezier? Nee. Ik ken herinneringen. Nee. De hoofdpersoon. Vind je het spannend om hier zo nou eindelijk de grote dag te zijn waar je zo lang op hebt gewacht? Nou, wel een beetje. Want ik ben natuurlijk heel benieuwd naar het eindresultaat en hoe het is geworden. Dus ja, wel een beetje. Jij speelt angst in de film Binnenste Buiten, maar is dat ook de emotie die bij jou meestal de boventoon voert of niet? Nou, ik denk dat ik me iets meer hopelijk verwant voel met de blijdschap, maar ik ben wel angstig aangelegd, ja. Alleen, bij mij is de wil om dingen te zien en te doen altijd net iets groter dan de angst. Dus maar, ik zie wel heel veel wolven weer op de weg en ik herkende me tijdens het inspreken enorm in dat poppetje, dus het is wel heel leuk. Ik ben eigenlijk van mezelf een hele erg blije, dat zeiden ze vroeger al, en ik hou heel erg veel van plezier uiteraard. Ik ben weinig triest en anders laat ik dat nooit de bovenhand voeren, want ik trek mezelf ergens uit door me vrolijker voor te doen dan ik ben. Het klinkt even heel erg heftig, maar... Dat klinkt wel inderdaad dat je eigenlijk altijd een masker op hebt, maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Voor mij is het een manier om mezelf ergens uit te halen. Ik hou er niet van om heel lang down te zijn. En ik laat het al toe. Maar op een gegeven moment denk ik zo, nu is het klaar. En dan doe ik dit. En dan voel ik me ook een stuk beter. Oh, je kunt gewoon heel makkelijk dingen van je af laten glijden. Ja, ik kan wel goed schakelen, ja. Heb je dat ook gebruikt in de rol die je nu hebt ingesproken voor deze film? Ik heb voor meerdere karakters heb ik auditie gedaan. Maar deze lag gewoon het dichtst bij mij. En zo voelt het ook. Ik ben eigenlijk een beetje dat karaktertje. Want zij laten het verdriet ook niet toe. En dat vindt ze heel erg moeilijk om met verdriet te moeten samenwerken. Dus het heeft wel iets wel aardig in de buurt. Is het moeilijk om zo van het Engels ineens naar het Nederlands te vertalen en zo over erheen te praten? Soms is het wel lastig, want Engelsen praten soms net in een wat andere intonatie of zo. Dus dan moet je wel denken, hoe zouden wij het in Nederland zeggen? Maar ik vind het wel altijd heel leuk. En het is ook wel raar soms om dan iemand anders te zien met jouw stem eronder. Dus ja. Yeah. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik voornamelijk ook heel erg technisch bezig was in het begin. Want ik vind dat ik het zelf heel leuk gedaan heb, maar ik was er niet goed in. Dus ze hebben voor mij ook een extra ochtendje ingelast als enige van de voicecast. Omdat, het is een hele andere techniek. Dit was mijn eerste animatiefilm. En dan meteen een hoofdrol. Dus dat was best wel, ik vond het heel moeilijk. De tijdsklok. En vroeger bewogen de poppetjes gewoon, de mondjes gingen open en dicht. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk de Engelse originele cast. Dus je kan gewoon liplezen in het Engels. Dus dat luistert heel nauw, zeg maar. Het is ontzettend lastig, want degene die de originele stem heeft gedaan, zij is Amy Poehler. En zij is werkelijk briljant. Zij doet dat zo ontzettend goed. En als je een heel goed voorbeeld hebt, dan kan je dat alleen maar proberen zo goed mogelijk te evenaren. Dus ik vond dat heel inspirerend. De manier waarop zij dat deed, de keuzes die zij daarin maakte ook dat ik daardoor nog meer kon schakelen en nog meer een palet kon laten zien van allerlei verschillende emoties en toontjes die erin zaten, ja. Maar het was wel een uitdaging dus, als ik zo hoor. Het was een ontzettende uitdaging, ja. Vooral omdat ik dan heel Pietje precies ben en ik wil dat het exact goed is. Dus soms doen we een take 16, 20 keer over, maar net zo lang totdat de regisseur en ik vinden dat het goed is. Als je in twee zinnen zou moeten zeggen van waarom mensen naar Binnenste Buiten moeten komen, wat zou je dan zeggen? Ontzettend origineel. En waarom moet iedereen nou deze film gaan zien? Omdat het een hele, hele toffe film is en waar je ook echt wat van kan leren. En Wat leer je dan precies? Nou ja, hoe het voor kleine kinderen, wat er dus in je hoofd gebeurt. En dat je dus soms heel verdrietig kan zijn. Dat het ook niet erg is, dat iedereen dat wel eens is. En dus ik denk dat kinderen inderdaad heel veel van kunnen leren. En het is een hele grappige, vrolijke film. Dus. En wat natuurlijk überhaupt geweldig is, is dat je in zo'n film zit die op Cannes en in Amerika zo goed is ontvangen. Dus je stapt eigenlijk gewoon in een hit, weet je. Dus dat is hartstikke leuk. Eigenlijk is het een hele goede psychologische film om de psyche van de mens te begrijpen. Dus ja... Het is leerzaam en origineel. Dus voor jong en oud ook? Absoluut voor jong en oud. Er zit voor iedereen wat in. Vooral ook voor volwassenen. Die kunnen er wat van leren.